Goedemorgen en welkom bij het webinar Servitization van CETAC. Het webinar van vandaag wordt verzorgd door Marie Veerhuis en ondergetekende Roland van Hees. Reeds eerder hebben wij een blog en een vlog over dit onderwerp uitgebracht. En aan de reacties te zien is er veel interesse. Aan het eind van het webinar willen we u nog in de gelegenheid stellen om vragen te stellen. En dat kunt u doen via de question functie toets. Daar komen we later, aan het eind van het webinar, nog even op terug. Wat gaan we doen tijdens het webinar? We staan even kort stil bij de ontwikkelingen die zich afspelen binnen de wereld van service en servitization. Uiteraard, wij komen bij verschillende bedrijven en merken dat die ontwikkelingen zich inderdaad in rap tempo afspelen. Daar vandaag iets meer over. Wat betekenen deze ontwikkelingen voor u en voor uw, concreet voor uw serviceproces? Welke mogelijkheden, kansen, bedreigingen brengt dat met zich mee? Welke stappen kun je zelf nemen? Wat kun je doen en hoe? En we nemen u mee in een demo van een efficiënt ingericht serviceproces. En tenslotte komen we nog even terug op de business values en hoe nu verder. CETAC heeft een opzet gemaakt voor de slimste fabriek. En in de benadering vinden wij een vijftal pijlers ontzettend belangrijk waarop die slimme fabriek is gebouwd. Ik neem ze heel kort even met u door, niet in volgorde van belangrijkheid, maar van links naar rechts. Rendement. Er moet uiteindelijk geld verdiend worden in uw bedrijf, anders heb je geen bestaansrecht. Wendbaarheid. Je moet flexibel zijn, je moet snel in staat zijn om jezelf aan te passen aan veranderende marktomstandigheden. Leverbetrouwbaarheid. Uiteindelijk is leverbetrouwbaarheid een steeds belangrijker concurrentiewapen aan het worden, los van prijs en kwaliteit. En dat heeft te maken met de ketenintegratie en met partnering. Real-time inzicht. En om snel en onderbouwd beslissingen te kunnen nemen, heeft u een real-time inzicht nodig in alle processen van uw organisatie. En pas dan bent u in staat om snel de juiste beslissing te kunnen nemen. En de laatste, klantwaarde. Toegevoegde waarde leveren voor uw klant. Dat is natuurlijk ontzettend belangrijk. Wanneer we nu kijken naar die wereld om ons heen, die ontzettend snel en in rap tempo verandert, en zeker ook kijkend naar die maakindustrie, dan zien wij een aantal ontwikkelingen. We kijken naar globalisation. De wereld wordt kleiner en dat gaat in rap tempo. Vergrijzing van uw medewerkers. Dus eigenlijk de aging workforce waar je tegenaan loopt. En dat betekent weer dat er cobots en robots komen, collaborative robots, om ons te helpen in onze productieprocessen. En dat geldt niet alleen voor binnen uw fabriek, maar het geldt ook voor buiten in de serviceomgeving. De wet en regelgeving. We kennen allemaal de IFRS 16, we kennen de importheffingen. En we zien daar ontwikkelingen die we niet tegen kunnen houden als individueel bedrijf. Dus we zullen daarop moeten anticiperen. Technologische ontwikkelingen. Artificial intelligence, virtual reality, augmented reality. Die doen haar intrede, niet alleen op de werkvloer, maar ook daarbuiten. Klantcentraal, het hele personalisatievraagstuk. Steeds meer klanten willen unieke producten en willen graag producten personaliseren. En digitalisering, de innovation of things. Slimmer, digitaler, beter, sneller. Big data, internet of things, industrial internet of things. Koppelingen van machines aan machines. Alles in toepassing en van toepassing ook in uw serviceprocessen. En uiteraard werken in de cloud. Want we willen graag steeds sneller, beter, overal beschikbaar en overal bereikbaar zijn. De verticale integratie van topfloor naar shopfloor biedt vele mogelijkheden ook voor uw serviceproces. Even kort wat ontwikkelingen die wij zien. Toenemende concurrentie en steeds veel eisender wordende klanten. Uw concurrent bevindt zich niet meer om de hoek van de straat, maar kan aan de andere kant van de wereld zitten. Ook dat geldt voor uw klanten. Ook die zitten niet meer om de hoek, maar kunnen zich in elk werelddeel bevinden. En ze stellen niet alleen hogere eisen aan productvarianten, levertijd, prijs, maar willen ook steeds meer ontzorgd worden. En dat laatste vraagt om een goede benadering van uw ketenintegratie. Samenwerking is key en digitalisering is de enabler. Productiebedrijven richten zich niet meer uitsluitend op producten. Vooral in de kapitaalgoederenwereld liggen er kansen om op te schuiven in je businessmodel van productie en verkoop naar een servicemodel. Dus meer gebaseerd op dienstverlening. Dit vraagt wel om investeringen en
nieuwe technologieën en ook ontwikkelingen binnen uw medewerkersbestand. Steeds meer producenten richten zich op as a service. In die service modellen wordt de klant verder ontzorgd, waarbij het eigenlijk het garanderen van de prestaties van een kapitaalgoed of een machine tegen een vaste vergoeding kan worden gerealiseerd. En een gebruiker is hiermee dan verzekerd van de prestatie van het kapitaalgoed zonder het eigenlijk in eigendom te hebben. En dat is een behoorlijke verschuiving en dat heeft ook consequenties voor uw verdienmodel. Van eigendom naar gebruik. En dat versterkt ook de relatie die u heeft met uw klant. Dan de laatste, service model als stap naar de circulaire economie. We weten allemaal dat maatschappelijk verantwoord ondernemen key en hot is op dit moment. En dat betekent ook dat in de toekomst u als producent steeds vaker verantwoordelijkheid gaat dragen voor het vervangen of het refurbishen van uw producten. Zelfs het ontmantelen daarvan. Denk aan cradle to cradle. Grave. Dus u bent verantwoordelijk voor het hergebruiken van bestemde materialen, maar ook voor het ontmantelen en het weer terugbrengen in oorspronkelijke vorm, oftewel het hele cradle-to-cradle verhaal. De controle over het product blijft bij u als fabrikant en u kunt door slim te ontwerpen in het ontwerpproces al vooruitblikken naar demontage en hergebruik. De waarde van het circulaire model moet echter nog verder onderzocht worden. Uitdagingen. Welke uitdagingen zien wij in die wereld van servitization? Het proces van servitization heeft niet alleen verstrekkende gevolgen voor uw strategie en uw bedrijfsprocessen, maar het raakt ook uw systemen, uw applicatie en uw IT-landschap. En het begint dan met een heroriëntatie van uw strategie en het bereiken van de stip op de horizon. Want weet u waar u als bedrijf wil staan over 3 tot 5 jaar? En u kunt ook bepalen hoe u daar wil komen, wat u daarvoor moet gaan doen en wat daarvoor nodig is. Bedrijven en organisaties willen vaak met servitization aan de slag. Er is uit recentelijk onderzoek van de PI Consultant Group gebleken, een onderzoek onder 60 industriële topmanagers, dat 75% verwacht dat de dienstverlening van hun bedrijf in de komende 3 tot 5 jaar significant zal groeien. En dat slechts 30% van die bedrijven over een strategie beschikt om servitization succesvol in te voeren. En bedrijven die erin slagen om servitization succesvol te introduceren, hebben volgens datzelfde onderzoek een winstmarge tussen de 15% en 35%. En als je dat vergelijkt met de reguliere marges binnen productiebedrijven, dan is dat ontzettend hoog. En als laatste, we zien dat veel bedrijven worstelen met de vraag hoe en waar ze moeten starten. En dat brengt me eigenlijk bij de 4 stappen die we reeds eerder in een blog hebben besproken met elkaar. Waar begin je? De eerste stap om je ambities te kunnen waarmaken begint met zelfreflectie. Met reflectie door je een spiegel voor te houden zet je eigenlijk al de eerste stap op weg naar verandering. Mensen die denken van het gaat goed en waarom zou ik veranderen, die moeten deze eerste stap zeker nog gaan nemen. Om in ieder geval de start te maken en open te staan voor verandering. De tweede, oriëntatie. Breng je processen in kaart binnen je huidige serviceorganisatie. En identificeer je pijnpunten in dat proces. Niet alleen bij je eigen organisatie, maar zeker ook bij je klanten en bij je partners. Kijk vooral naar de wijze waarop je informatie vastlegt en ook deze beschikbaar stelt aan je medewerkers. Want hoe snel ben jij als medewerker in staat om bij de klant het probleem, het daadwerkelijke probleem, te doorgronden? En als je dat dan weet, hoe schakel ik dan de juiste monteur in voor het proces? En zorg dat hij in de bezit is van de juiste skills, de juiste tools, de juiste materialen meeneemt, om uiteindelijk die first time fix te kunnen realiseren. En waar zit de meeste pijn bij mijn klant? Hoe weet ik dat slim en snel te detecteren? Is dat door middel van sensoren te plaatsen, zodat je snel de input krijgt van er is iets mis? Die bouw ik op dit moment al in mijn eigen standaard producten. En op het moment dat ik deze lever en installeer bij mijn klanten, dan heb ik ook die beschikking over die real-time informatie. Als je dat allemaal in kaart hebt, kom je bij je plan van aanpak. En daarmee maak je een plan waarbij je ook voortijdelijk bepaalt welke stappen je gaat nemen en welke middelen en hulpbronnen je daarvoor nodig hebt. En doe dit met een projectteam in je organisatie, maar betrek daar ook zeker de klant bij.
Dat is belangrijk in termen van teamwork. En als laatste punt, de uitvoering. Je maakt wederom zichtbaar binnen je organisatie dat je van start gaat met een transformatieproces binnen je servicegerichte organisatie. Uiteindelijk probeer de projecten zodanig in te plannen dat je met korte sprints snel kleine resultaten kunt boeken. En die successen moet je ook delen en vieren binnen de organisatie. Ja, herkent u dit ook? Op basis van gesprekken met verschillende type bedrijven hebben wij in een value proposition ook kenbaar gemaakt waar bedrijven zich mee identificeren. En wat naar voren komt is dat wij een aantal bullets hier op deze slide verwerkt hebben. Mensen zeggen, we hebben geen betrouwbaar inzicht in onze install base van onze klanten en de bijbehorende SLA's. Zeer belangrijk om te weten op het moment dat je klant aan de lijn hebt, dat je weet over welke installatie praten, wat is het probleem en welke SLA hoort erbij. Hoe snel moeten we acteren? Tweede bullet, probleem om te achterhalen waar de werkelijke pijn zit. Uit praktijkervaring en uit verhalen blijkt dat soms de verkeerde mensen naar de verkeerde job worden gestuurd. Of de verkeerde artikelen, zeker materialen bij zich hebben, of niet de juiste tools in de auto om het probleem daadwerkelijk first time fix op te lossen. De derde is, het is lastig om te bepalen welke monteur met die tools en welke materialen naar die klus moet. Als je een goed beeld hebt van wat er bij die klant leeft, wat het probleem is, dan ben je zeker in staat om deze first time fix te realiseren en door de juiste man met de juiste tools op pad te sturen. En uiteindelijk resulteert de huidige werkwijze in een onbetrouwbare planning en ontevreden klanten. En met een tool en een efficiënt ingericht proces realiseer je juist het tegenovergestelde, een betrouwbare planning en tevreden klanten. Nu gaat mijn collega Marie-José Veerhuis u meenemen en een korte demo verzorgen van een efficiënt ingericht serviceproces. Marie-José, ik geef jou graag het woord. Dankjewel, Roland. Voor de demo eerst even een beschrijving van Kees. We zijn een machinebouwer en wij produceren, installeren en onderhouden machines voor de productie en verpakking van onder andere koekjes. En een van onze klanten is de Nederlandse koekjesfabriek. Deze klant heeft verschillende machines van ons staan en vormen samen de klantinstallatie. De machines zijn uitgerust met sensoren die verschillende meetgegevens kunnen doorsturen. Daardoor kunnen wij de machines op afstand monitoren en kan er snel ingegrepen worden als er verstoringen zijn. Nou, alle gegevens van de klant, de SLA, de responstijden en dus die koppeling naar de installatie met de onderdelen, die zijn allemaal samengepakt in het contract. Nou, op basis van slimme onderhoudsplannen die gekoppeld zijn aan de onderdelen van de installatie, worden er automatisch serviceopdrachten gegenereerd met daarin verwerkt relevante data voor de servicemedewerkers. De werkvoorbereider, de planner en de medewerker buiten in het veld. Hierbij moet je denken aan bijvoorbeeld een opsomming van activiteiten die door de monteur moeten worden uitgevoerd. De onderdelen waarmee een bepaald type storing verholpen kan worden. Maar ook checklist waarmee de monteur zijn bevindingen kan vastleggen. Nou, binnen onze case, er is dus geluid gemeten op een machine en er wordt een norm overschreden. En deze overschrijding leidt tot het aanmaken van dus een ticket met producten, taken en een servicerapport. Het ticket wat wordt aangemaakt, dat gaan we plannen. De monteur gaat het uitvoeren en vervolgens kunnen we dan ook snel daarop factureren. Alles leidt natuurlijk tot een stuk opbouw van historie en evaluatie, die ons dan weer helpt om ons serviceproces verder te verfijnen. Ik schakel nu even over naar ons systeem. De man van de binnendienst, Tim Hardy, die start 's morgens zijn applicatie op. Uh,
En zal vervolgens zien dat hij in zijn wachtrij tickets heeft staan die hij nog niet heeft verwerkt en die hij nog moet inplannen. In zijn dashboard gaat hij naar de niet toegewezen tickets. En ziet vervolgens dat er vanochtend vroeg een aantal tickets zijn aangelegd met een storing waarop onmiddellijk moet worden gereageerd. En dit ticket gaat over een geluidsoverschrijding in de oven van de koekjes van de Nederlandse koekjesfabriek. Nou, ik was werkvoorbereider, wilde er natuurlijk meer over weten, dus ik open het ticket. En zie heel veel informatie. Dit is dus allemaal al standaard gegenereerd. Ik zie een nette omschrijving. En waar ook het probleem zich voordoet. Ik zie de naam van de klant. Ik zie als ik iets naar beneden scroll ook dat het voortkomt uit het onderhoudsplan wat we van tevoren hebben gedefinieerd. Dat het om de koekmachine gaat. Hè, een bepaalde component dus in de overkoepelende installatie. Met een bepaald serienummer. En ik kan ook nog zien aan een stukje kwalificatie van het ticket. Dat het de machine zelf is geweest die het issue als het ware heeft gerapporteerd. In het tweede tabblad zie ik een aantal onderdelen die eigenlijk al toegevoegd zijn aan het ticket. En ik zie ook de dienst die ik straks ga inplannen. In het tabblad activiteiten wordt al een opsomming gegeven van de activiteiten die de monteur straks ter plekke moet gaan uitvoeren, omdat deze horen bij het type storing. En in mijn tabblad enquêtes zie ik eigenlijk al een link naar een checklist met een aantal vragen die de monteur na afronding van zijn werkzaamheden zal invullen. Alle informatie is dus bij elkaar gebracht, automatisch op basis van dat onderhoudsplan. Natuurlijk kan ik ook nog inzoomen op het equipment zelf, maar eigenlijk ben ik al ver heen om de ticket eigenlijk te gaan inplannen. Ik geef hem dan ook vrij voor de planning. En we zien ook dat de status van de regel nu eigenlijk verandert. En ik sla een ticket op. Ik hoef dus heel weinig met de hand nog toe te voegen aan het ticket. De volgende stap voor mij als planner is dat ik die ticket ook echt ga inplannen. Nou, wat we hier gaan zien is dat we in een planbord, een digitaal planbord, uitkomen. En dit planbord laat eigenlijk al direct zien dat er een behoefte is aan de linkerkant van de Nederlandse koekfabriek. En dat het gaat over een overschrijding van het geluid. Detail zie ik hier ook onder in mijn scherm staan. Nou. Wat ik direct zie is eigenlijk de beschikbaarheid van mijn monteurs. Ik zie ook, ik zie al wat ingepland staan met blauwe blokjes. Ik zie andere activiteiten van mijn monteurs, vrije middag. Een cursus. Iemand heeft zelfs een part-time dag. En de witte blokjes, dat is eigenlijk de ruimte in mijn planning. Ik ga hem toewijzen aan José en dat doe ik door hem op te pakken en hem te laten vallen in de planning. En bij deze is hij nu ingepland. Ik kan hem ook nog verschuiven in de dag, maar hij staat nu in ieder geval al op naam van José. Ik sla hem op. En ik ben eigenlijk nu klaar met mijn planningstap. Ticket heb ik dus opgepakt, doorgelopen, vrijgegeven voor de planning en op naam van de service monteur ingepland voor de uitvoering. En daarmee kan ik me dus nu even afmelden als werkvoorbereider. Oké. Ik verplaats me nu in de rol van de monteur. Dat is José Fischer. En
Ik log aan met een andere gebruiker, uiteraard. Hij heeft zijn eigen rol en zijn eigen zijn eigen wachtwoord. En wat José nu eigenlijk gaat doen, is hij gaat zelf naar zijn eigen tickets toe. Om te kijken van, goh, waar ga ik vandaag heen? En hij ziet in zijn eigen lijst ook eigenlijk precies dezelfde tickets staan. En kan die dus onmiddellijk openen om zijn werk op te pakken. Wat natuurlijk meteen opvalt, is dat hij eigenlijk feitelijk dezelfde informatie te zien krijgt. Hij opent de ticket en gaat ermee aan de slag. En dat doet hij ook door aan te geven dat hij is begonnen met de werkzaamheden. En wat er dan eigenlijk gaat gebeuren, is dat de klok gaat lopen. Hij voert zijn werkzaamheden uit en opent bijvoorbeeld de activiteiten die hij moet gaan doen. En kan deze activiteiten, ik zal het voor de eentje even laten zien. Hij moet een nieuwe geluidsmeting doen. Nou, die heeft hij gedaan. En hij heeft de machine opnieuw afgesteld. En zo loopt hij, zeg maar, de taken, de onderliggende taken die hij heeft, die loopt hij af. Nou, hij doet de afsluitende geluidsmelding. En nu komt hij bij de verslaglegging. Nou, die gaat hij ook doen. Die doet hij dan door de vragenlijst te openen. En die is vrij limien. Hij geeft antwoord op wat vragen, maar die kan natuurlijk zo groot en zo klein zijn als dat je nodig vindt. Is het defect opgelost? Ja, hij heeft het opgelost. En de enquête is daarmee ook beantwoord. Dus die taak zet hij ook nog even op afgesloten. Nou, vervolgens kijkt hij nog even goed welke onderdelen die hij heeft gebruikt. En bevestigt de aantallen. Nou, viel vandaag mee. Hij heeft maar één filter hoeven verbruiken. Dus hij past dat aan. En nu, en de klok loopt ondertussen nog wel door, maar ik zet nu toch alvast mijn werk op voltooid. En daarmee is eigenlijk het ticket afgehandeld. En worden een aantal cijfers automatisch ingevuld. Kan ik mijn spullen pakken en ga ik naar huis, naar de volgende klus. Nou, wat hebben we nu eigenlijk gezien van dit verhaal? We hebben gezien automatisch gegenereerde tickets met heel veel informatie. Een werkvoorbereider die dit heeft gecontroleerd en een ticket heeft ingepland op een servicemedewerker. En vervolgens de servicemedewerker die de opdracht heeft uitgevoerd en heeft voltooid en op weg is naar de volgende opdracht. Dankjewel, hoe u zei, voor deze heldere uiteenzetting. Voor ik u meeneem naar de afronding van dit webinar, wil ik eerst nog even teruggrijpen op een aantal business benefits die je met een goed serviceproces kunt bereiken. U zag in de demo dat er informatie tot u is gekomen, tot uw serviceorganisatie is gekomen, vanuit het gebruik van sensoren op machines in de koekjesfabriek. En dit is een belangrijk onderdeel van het proces. Want wat betekent dat nu? Dat je op basis van die input vanuit een sensor op elk willekeurig onderdeel uit een willekeurige machine informatie tot u kan komen, waar u, zeg maar, uw tickets en dergelijke mee kunt realiseren. En u moet zich voorstellen dat door het toepassen van sensoren er ontzettend veel big data op u afkomt. En big data is nog geen smart data. Smart data is data waar je daadwerkelijk
meteen actie op kunt ondernemen. Dus vanuit die bulk aan hoeveelheid data, big data, moet het getransformeerd worden naar bruikbare en smart data. En dat kan op verschillende manieren gebeuren. In die wereld van servitization is het uiteindelijk het doel om vanuit een gestandardiseerd serviceproces te gaan naar een proces waarbij je dus je producten as a service kunt gaan aanbieden. En als je dat bekijkt, dan zie je dus dat bedrijven in staat zijn om producten, niet meer sec producten te verkopen, maar eigenlijk een compleet dienst verlenen. En daarin zijn ontzettend veel wegen die zeg maar, dat mogelijk maken. En dat zijn langdurige trajecten waarbij er goede keuzes gemaakt moeten worden. Alvorens je dat proces gaat inrichten. Even terugkijkend of vooruitkijkend naar de business values. Wat kun je nou bereiken met een goed geoptimaliseerd serviceproces? Nou, uiteindelijk die first time fix. En alles is belangrijk waarbij het voor de klant in ieder geval zo moet zijn dat op het moment dat een van uw service monteurs bij de klant komt, dat je het probleem ook in één keer op kunt lossen. En niet dat je 5, 6 keer terug moet voor hetzelfde probleem, zonder dat uiteindelijk die klant tevreden is met de oplossing. Een tweede bullet is de inzet van die juist geschoolde monteur. Dat is in veel gevallen soms wel lastig. We merken dat het inplannen van monteurs, het beschikbare monteurs met de goede skills, dat een uitdaging blijkt te zijn. Je moet kijken naar welke kwalificaties zijn er nodig voor de monteur en dat al die zaken kun je vastleggen in je systeem. En op basis daarvan kunnen slimme algoritmes je helpen om de juiste monteur te snel te kunnen selecteren. Kijkend naar beschikbaarheid, kwalificaties enzovoort. De derde bullet, gebruikmaking van de juiste tools en de materialen, is ook een belangrijke zaak. Uiteraard wil je een monteur die naar een klus gaat op pad sturen met de juiste set aan informatie en data. En niet alleen data digitaal, waar hij op elk moment in elke vorm over kan beschikken, maar ook het meesturen van de juiste tools en de juiste materialen die hij nodig heeft om uiteindelijk het probleem met de klant op te kunnen lossen. En last but not least, tevreden klanten en uiteraard een positief rendement. U zult ongetwijfeld uit eigen ervaring kunnen terugkijken wat het kost om een monteur diverse malen naar een klant te laten gaan. En uiteindelijk pas in staat te zijn om na een aantal bezoeken het probleem daadwerkelijk op te lossen. Onze belofte. Ja, het is belangrijk, dat weet u ongetwijfeld, dat uw medewerkers een goede nachtrust kunnen genieten. Dat betekent dat ze niet lang wakker moeten liggen van alle problemen en uitdagingen die ze dagelijks op hun werk ondervinden. En op basis van een goed geaudit en een goed ingericht serviceproces kunnen wij uw medewerkers garanderen dat ze kunnen genieten van een goede nachtrust en de volgende ochtend weer vrolijk en met plezier hun werk kunnen uitvoeren. Dit webinar is u aangeboden door CETAC. Wij zijn een beursgenoteerd bedrijf met ruim 26 jaar ervaring. Een goede mix van ervaren consultants, young potentials, ruim meer dan 500 medewerkers. En onze sporen verdiend in een complete supply chain, de manufacturing wereld, de wholesale retail en real estate. Uw gastheer en gastvrouw voor vandaag zijn Marie-José Veerhuis, Business Consultant Customer Engagement en ondergetekende Roland van Nees, Business Consultant voor de Manufacturing. Wij hopen met dit webinar u geïnspireerd te hebben met ons verhaal over servitization. We danken u voor uw belangstelling en mochten er vragen zijn, dan wil ik u nu graag de gelegenheid bieden om dat kenbaar te maken. En nogmaals, u kunt dat doen door in de hulpbalk even bij de question te klikken en uw vraag kenbaar te maken aan ons. Ik zie een eerste vraag komen. De eerste vraag luidt, kunnen opgenomen artikelen die in die stuklijst staan ook aangepast worden door de service monteur zelf, indien blijkt dat hij meer of minder onderdelen nodig heeft? Marie-José, wat kun je daarop antwoorden? Ja, ik heb net even een aantal aangepast, van 2 naar 1. Maar een monteur kan zelf ook onderdelen toevoegen, mocht dat nodig zijn, of onderdelen verwijderen. Oké, en hij kan ook andere onderdelen toevoegen dan wat in die lijst dan wat in de lijst is aangereikt. Met andere woorden, hij kan elk onderdeel in die lijst opnemen die hij daadwerkelijk nodig heeft om het
Ja, de problemen op te lossen. Oké. Ja. Oké. Ik zie nog een tweede vraag. Dat gaat over de install base. Hoe werkt het om aanpassingen in je install base door te voeren? Ja. Nou, de monteur kan ook direct vanuit het ticket inzoomen op de klantinstallatie en in ons geval ook op de onderliggende machines. En kan daar ook aanpassingen op maken. Hij kan de kenmerken aanpassen, meetgegevens. Maar als hij bijvoorbeeld ook weer een geserialiseerd onderdeel toevoegt aan de installatie, aan de machine, kan hij die ook zelf toevoegen aan de installatie zoals die in de applicatie is vastgelegd. Oké, dus zeg maar de as-built situatie en de as-delivered of as-installed bij de klant, die wordt onderhouden door de admin denkt en die kun je dus up-to-date houden, waar je altijd het real-time inzicht hebt. Ja. En dat betekent ook dat in het geval van demontages, als je dat aangaf, onderdelen ook weer gedeactiveerd kunnen worden of uit de installatie verwijderd kunnen worden. Oké, top. En ik zie nog een vraag, die gaat over het planbord. De vraag luidt, kan het planbord nog verder geautomatiseerd worden? Ja, stel je voor zo'n ticket wordt 's nachts aangemaakt. En er is even niemand op kantoor, dan kan je er ook voor zorgen dat zo'n ticket automatisch wordt doorgezet aan de monteur. Op basis van uiteraard beschikbaarheid, maar ook competenties en bijvoorbeeld een regio, een postcodegebied. En dan wordt deze meteen op de naam van de monteur gezet. Oké. Ik zie geen verdere vragen op dit moment. Dan wil ik u in ieder geval nogmaals hartelijk danken voor uw aanwezigheid en voor uw tijd en uw belangstelling. Mocht u nou naar aanleiding van het webinar alsnog vragen hebben, dan kunt u die gewoon mailen naar ons. En uiteraard, als er van uw kant nog interesse is om een keer geheel vrijblijvend met ons een afspraak in te plannen, dan kunt u dat kenbaar maken via een e-mail. En wij komen graag bij u op bezoek om uw persoonlijke situatie met u te bespreken en om te kijken welke mogelijkheden er zijn. En uiteraard bent u ook van harte welkom op ons kantoor hier in 's-Hertogenbosch. En dan nogmaals kunnen we specifieker inzoomen op vragen en op uitdagingen waar u dagelijks mee te kampen heeft. Nogmaals hartelijk dank. Uiteraard, u kunt ons nog bereiken via de website www.zetac.nl. Dank voor uw aandacht en graag tot een volgende keer.